We zijn ook heel dankbaar richting al die kijkers die telkens weer naar ons kijken. Die leden die ons continu steunen. Maar wij zijn niet de enige die blij is vandaag, Arnold. Want weet je wie er ook blij is? Nou. Frederike Leeflang, de baas van de NPO. Want die gaf namelijk een interview aan de Telegraaf met als kop. Frederike Leeflang wil NPO in stilte saneren. Dit systeem is niet houdbaar. Maar wat zegt ze daarin? Dan spreekt ze over onze omroep en dat citeer ik. Als je kijkt naar hoe Ongehoord Nederland zich in de laatste maanden heeft aangepast, dan is dat een goede ontwikkeling. We hebben veel overleg gehad en je ziet het resultaat nou. Arnold, helemaal tevreden. Ja, kijk eens, Frederike die zegt niet het juiste woord, hè, want we hebben helemaal niet veel overleg gehad. Ik heb er één keer gezien in anderhalf jaar. Eén keer. Dus dat overleg, dat bestaat eigenlijk niet. Niet veel overleg. Nee, kijk eens, en ze heeft ook uit de school geklapt. We overleggen nu via advocaten. En dat zou ze eigenlijk geheim houden. Maar ja, gewoon in stilte. En dat heeft ze dan gezegd en loopt vervolgens naar de Telegraaf toe. En dat is gewoon, ja, je kunt heel moeilijk een afspraak met haar maken. Oh. Blijkt dus uit de praktijk. En wat wij willen is natuurlijk gewoon dat die sancties worden teruggeschroefd, hè? Want dat is tegen de mediawet in. De staatssecretaris heeft ons ook gelijk gegeven. Twee van de drie sancties hebben helemaal geen wettelijke basis. Dus dat geld willen we gewoon terug. En we willen natuurlijk gewoon ook weer meer zendtijd. Kijk. En wij willen gewoon, dat hebben we ook wel bewezen met ons bestaan. Wij vertegenwoordigen een heel groot deel van de Nederlandse bevolking. Kijken we naar de uitslag van de verkiezingen. En dat moet de NPO ons ook gunnen. Ik betreur het eigenlijk dat Frederike Leeflang naar de Telegraaf is gestapt. Ja. Zeker gezien haar situatie, want die is heel erg labiel. Ik denk dat ze zich druk kan maken over het rapport van Rijn. En al die wantoestanden met de publieke omroep lijkt mij toch eigenlijk de eerste prioriteit voor deze mevrouw. Werd Ongehoord Nederland niet in genoemd overigens? Nee, zeker niet. En alles focust zich op Matthijs van Nieuwkerk. Maar kijk eens even wat er bij WNL aan de hand was. En hoeveel mensen daar hebben geklaagd over de onveilige werksituatie. Nou, als ik de baas van de NPO was, zou ik het wel weten. Ja, en ze gooit haar eigen mensen voor de bus, hè? Oh. Dus binnen de NPO wordt ze helemaal niet zo goed geslikt, hoor. Dus daar laten we ook wel heel erg duidelijk over zijn. Maar wel ons natuurlijk vanaf de eerste twee uitzendingen proberen een pootje te lichten. Dus maar, dat is niet helemaal eerlijk. Ze stelt in de Telegraaf ook dat wij ons zouden hebben aangepast. Het woord aangepast wordt gebruikt. Nou, Arnold, biedt het duidelijkheid. Dat moet helemaal anders hier nu. Ja, nee, dat is een doodskus, hè, heet dat. Op zo'n manier helpen we ze natuurlijk om zeep. Nee, wij staan voor een hele moedige strijd. En net wat ik zeg, wij zijn eigenlijk een soort breekijzer om hele moeilijke maatschappelijke problemen bespreekbaar te maken. Over massemigratie. We waren de eerste. We houden dat consequent vol. Gewoon de enorme problemen waar we het nu ook weer over hebben. Wij zeggen dat. En wij durven het zeggen en we blijven het ook zeggen. En je ziet natuurlijk dat anderen daar ook in meegaan. Maar we vervullen een soort voorhoede voor een betere NPO. Want we staan natuurlijk wel achter onze doelstellingen en heel veel mensen. Wij vertegenwoordigen de prioriteit van dit bestel. Daarom moeten we ook blijven. We gaan ons niet aanpassen en we gaan gewoon door met wat we deden. Nee, en op een eerlijke manier. Hè? Yes. Wil je meer zien van Ongehoord Nederland? Like dan de video en volg ons. En abonneer je ook zeker op ons YouTube-kanaal.